Goedenavond, mensen. Hey. Mijn naam is Jan. Toen ik geboren was, gaven ze mensen nog geen achternaam, dus ik stel mijn eigen altijd voor als de Dussense Wachter. Al duizenden jaren woon ik in het torentje van het kasteel om het dorp een beetje in het zeil te houden. Oh, dat is waar. Vandaag in het kasteel ging iets te ronden. Een weerspreuk, omdat het nou zo gek weer is. En ik denk, dat moet ik jullie ook vertellen. Dat moet morgen, of op maandag op het werk, moet het ook vertellen. Dat is echt een goeie hoor. Dus die is echt waar. Die luidt zo. Als de haan niet kraait bij ochtendrood, dan regent het of de haan is dood. Vertel hem maandag, iedereen. Nou ja, meer heb ik niet eigenlijk. Ik moest een slogan erin verwerken wat tegen mij gezet daarnet nog. Dus heb ik bedacht, ik hoef jullie geen plezier te wensen van de carnaval. Want Leut maakte zelf. Maar ik wilde wel eindigen met een rijmpje. De tijd gaat steeds en steeds sneller. En houdt de toekomst altijd weer in zicht. Maar kijk af en toe ook eens terug over hoe schouder naar vroeger. Dat houdt alles weer in evenwicht. Mensen, bedankt. Allaf! Goedenavond, Miese. Ik zei papa's kleine prinsesje. Maar ik zei hier om eens een boekskoop te doen over ons pa. De prins. Hebben jullie even? Nou, thuis denkt hij ook altijd dat hij de prins is. Loopt hij heel de dag rond met die veer op zijn kop. Ons ma vindt dat niet erg hoor, want zo gaan alle spinnenwebben ook nog een keer weg. Lui dat hij is. Lui. Het was vroeger begonnen met een lui oog. Het is inmiddels helemaal uitgezaaid. Het was zelfs zo erg, hè? Als hij naar ons ma knipoogde, dan deed hij één oog open. Ik ga zo weg, maar voordat ik ga, heb ik nog een tip voor jullie. De ideale man rookt niet, drinkt niet, flirt niet, snurkt niet en bestaat niet. Ik zei ambtenaar van de burgerlijke stand. Nou, ik zal u zeggen, hè. Als ik u trouw, hè. Nou, dan vergeet het nooit niet meer. De mooiste nacht van jullie leven, die help ik compleet door de kloten. Ja, echt waar. Hé. En deze pak, daar kreeg ik er gratis bij. Ja, mijn kinderen die vinden dat ik er vet uitzie. Ik vind zelf wel dat ik er strak uitzie. Ja, mijn vent die vindt dat ik er niet uitzie. Ik heb mijn eigen kop gegeven bij de Weight Watchers. Maar ik mag nog niet komen. Nee, je moet er eerst in en afvallen, zinden ze. Mijn eerste huwelijksvoltrekking, die vergeet ik ook nooit meer. Die man, die had zijn vrouw gevonden via internet. Dat deed vaker, hè? Maar toen ik hem eens zag, die was lelijk. Oh, die was zo lelijk. En ik zeg nog tegen die man, ik zeg, waar hadden die dan vandaan getoverd? Heel voorzichtig. Hij zei, via Marktplaats, zei hij. Hij zei, ik was op zoek naar een waakhond en daar stond ze tussen met een foto. Ik zeg, ja, maar heb jij dan niet gezien hoe lelijk dat is? Ja, ziet je, maar ze is zo goed voor de zaak, jongen. Ze is zo goed voor de zaak. Zeg, waar heb jij dan voor zaak? Hij zegt, ik sta je op de kermis met je spookhuis. Ja, dat kan. Dat kan. Ja. Maar weten jullie ook dat het heel verantwoordelijk werk is, hè?
geven een heel hoop stress en spanning om zo'n huwelijk in goede banen leiden. Echt waar. Af en toe, jongen, dan snap ik er s'nachts niet van. Dan schiet het zo om mijn schouder, dan lig ik gewoon heel de nacht wakker. Oh, voor een keer, ik had zo'n last gehad, had ik dokter Vermeulen gebeld. En dat vond ik zo knap, hè. Hij kon via de telefoon horen dat hij tussen mijn oren zat. Ik moest komen praten. Ik zeg, ja, hij zei, ja, volgens mij zit tussen oren. Ik zeg, ja, volgens mij zijn het gewoon mijn schouders. Maar ik ben er naartoe gegaan, ik wil niet moeilijk doen. Kom ik naar de rand thuis, zei Gerard, en, hoe was het? Ik zeg, ja, ik zeg, hij heeft nou gezeten, als ik s'avonds naar bed ga, dan moet ik mijn problemen achter me laten. Nou, zei Geert, dan moet je dat doen. Ik zeg, ja, waar ga je dan slapen? Ik had mijn eigen nou eens voorgenomen om af te sluiten met je liedje. Word al bang. Ja. Jij wel, hè? Hoeveel likes had jij op YouTube? Hoeveel? 300.000. Je moet maar zo denken, het is net als met ons en mijn vader wordt veel naar gekeken, maar niet iedereen vindt mooi. Leut maakt zelf is thema van het jaar. Maar helaas, jongens, van mij zal het niet komen deze keer. Nee, ik zijn een echte droeftoeter geworden het afgelopen jaar. Een droeftoeter, dat staat dan in het woordenboek. Dat is een gematigd sneu persoon en bovendien een tikkeltje treurig. Ook bekend als sneuneus. Nou vind ik dat gewoon al een moeilijk woord om te zeggen, laat staan als je een borreltje op hebt. Dus ik blijf gewoon een droeftoeter. En een boze witte vrouw, zei ik ook. En ik zal u vertellen waarom. Ik ga je op dat kunstwerk hier, als er dat rotonde wil staan hier bij Janne. En nou zei ik te laat, om hier bij Janne nog op de rotonde te komen. Want nou staat er het kunstwerk van Jaap Hartman. En die was zo blij dat hij dat kunstwerk mocht maken, die sprong een gat in de grond. Daar heeft hij dat kunstwerk op gezet. En daarom ziet het nou bijna niet meer. Maar ik dacht, ik ga je niet de brui aan Maarten geven. Die rotonde op de Nieuwe Steeg, die is al bezet door de rode auto's. Dat is de rode tonde geworden, zou ik maar zeggen. Dus nou is er nog één rotonde over, daar achteraan bij de Korte Veldse Steeg. En daar wil ik toch wel heel geren op. En ik zei al heel wijd klaar mee lassen. Dat doe ik bij Kees van de Water in de werkplaats. En dit moet het worden, hè, bij mij. Oh, nou kan ik er wel zelf bij, jongens. Kijk, dit moet die worden. Nou, hè? Is toch heel wat mooier als een paar fietsen? Ja, en het is groot genoeg. Ja, dus nou zei ik aan het crowdfunden om dat voor elkaar te krijgen. En crowdfunden, dat is hetzelfde als om geld gooien. Alleen degene die dan geld heeft gegeven, die wordt voor een stukje eigenaar, zeg maar, van wat die geld voor heeft gegeven. Dus ik zal eens kijken wat ik hier vond. En iedere keer hoe een kelder onder water. Ik zei blij dat ze er wat aan gedaan hebben. En dan kan men de mies met de mies ook niet meer overstuur maken. Lest stond hij in de kelder. Hij zit, er staat weer water in de kelder. Ik zeg, hoeveel nou weer? Hij zit, 3 flessen spa. Mies, ik hoor het wel. Ik zei gewoon heel droeftoeterig van het jaar. Ik ga maar beter eens kijken of dat er nog wat hier in mijn crowdfundingsbusje terechtkomt. Ik heb een heel kort rijmpje van het jaar. Al lijkt uw wereld soms nog zo triest, niet getreurd en niet gekniest, Leut maakt zelf voor en na 11:11. Allah! Nou zou ik mijn eigen helemaal vergeten voor te stellen, hè. Maar ik ben een Fonske
Mijn vader had hier al meer in de ton gestaan. Nee, toen zei ons ma, ga maar in de ton. Want spa die met niks meer te vertellen. En toen had hij gezegd, er zit een hele grote raad met 11 man. Maar ons pa kan niet tellen, of ik niet. En ons mama, die zegt dat een prins altijd heel slank is en heel knap. Maar als ik Martin daar zo zie hangen, wat trek het toe eigenlijk niet aan, Martin, ik vertel die map overal, hè, waar ik ga zouwelen. Dan ga je de lelijkste prins uit. Is lesbisch, hè? Zijn wij thuis, hè? Dus wij zeggen, wij willen de woordjes wel goed zeggen, maar wij doen niet goed uitspreken. Toen zei tante Pit, als ik jou dat leer, Voske, dan leer ik jou het zingen. En als je het zingt, dan zeg jij het goed. Ik zal het even voor doen, hoor. Wacht even, microfoon had ze klaargezet. Oh, dat krijg ik thuis nooit. Doet hij het? Ja, hij doet het. Ga ik voor jullie zingen en dan zullen we zien dat die woordjes allemaal wel goed komen, hè? Zijn jullie er klaar voor? Ik kan eigenlijk niet goed zien. Oh, ik zei zenuwachtig van. Ik laat een scheetje van de zenuwen. Maar ons mama, hè? Ons mama zei altijd, jongen, beter de lucht voor iedereen dan buikpijn voor jou alleen. Oh, nou, ga ik beginnen, hoor. 1, 2, wacht even. Weet je wat mama ook altijd zei? Ons mama zei altijd van, jongen, jij moet de billetjes goed afvegen, hè, want dat kan ik nou zelf. En toen zei ze van, ga er s'avonds naar bed met een jeukend hol, dan word je 's morgens wakker met een stinkende vinger.